Jelle Galema, het is hier na de 3-1 zegen op KZ met Den Bosch. Jij scoorde de 3-1. Volgens mij gooide jij een beetje de wedstrijd op slot. Ja, ze voelde het wel. Ik bedoel, je staat 2-1, heeft lang geduurd voordat hij de tweede goal maakte. Het was echt een ontlading voor ons. Zeker gewoon een taaie uitwedstrijd hier op KZ. En, ja, weet je, dan weet je dat zij toch iets moeten. En dan is het gewoon fijn als je hem op slot gooit. En met een paar minuten voor tijd gewoon weet je dat je een voorsprong van 2 goals hebt. Ja, dat moet dan gewoon genoeg zijn. Ja, het KZ is best wel een taaie ploeg, is het, hè? Ja, het zeker. Je voelt het goed. Ik bedoel, je speelde gelijk tegen Oranje Rood, verloren nip van Amsterdam. Ja, weet je, ze doen het gewoon goed. En ze spelen heel defensief. Het is echt moeilijk om erheen te komen. Ja, we hadden natuurlijk als Den Bosch zijn een paar pittige weken met een aantal punten die we hebben verspeeld. Dus ja, we waren echt gebrand om een goed resultaat neer te zetten. En ja, het is ons gelukt, maar wel met vechten en stoten. Ja, toen jullie ook de 2-1 scoorden en ook de 3-1, je zag, er was ook wel een beetje frustratie in de ploeg volgens mij. Nou, het is geen frustratie, het is meer ontlading. Ik bedoel, we werken zo hard met z'n allen en we zaten even in de hoek waar de klappen vielen, zeg maar. Een paar keer in de laatste seconde die goals tegen, dat is gewoon zonde. Dus ja, dat was gewoon een stuk ontlading. Ik bedoel, we werken er onwijs hard voor, we hebben een mooi team en de punten tellen alleen maar, dus we hebben goed gedaan. Je bent al eerder landskampioen geweest met Oranje Rood, je bent deze zomer overgestapt naar Den Bosch. Hoe ver kan je komen met deze ploeg? Nou, ik denk dat wij echt wel iets leuks kunnen presteren dit jaar. Ik denk dat het een grote groep is van een aantal teams die aanspraak maken op een plek bij de eerste vier. Ja, ik denk dat we daar momenteel niet te veel naar moeten kijken. Ik denk dat we gewoon van west tot west moeten gaan spelen. En net als vandaag pak je punten en we zijn volgens mij 7 wedstrijden onderweg. Het gaat hartstikke goed en als wij zo doorgaan dan ben ik benieuwd wat er tot stand kan komen. En je eigen spel, je scoorde nu je 5e goal. Hoe is het anders hier hockey dan? Het was een hele mooie solo. Hoe is het bij Den Bosch? Nou ja, ik heb het onwijs goed naar mijn zin. Het was een moeilijke beslissing die ik moest maken om na 9 jaar bij Oranje Rood weg te gaan. Veel titels gewonnen en ook echt een band opgebouwd met een aantal jongens. Maar ik denk dat het de juiste beslissing is geweest voor mij. En ik ben 25, een nieuwe boost aan mijn carrière. En tot nu toe valt het supergoed. En de goals die vallen, ja, heerlijk. Ik bedoel, daar doe je het ook al voor. En die nieuwe boost, je bent 25, dus je ziet jezelf nog wel een hele tijd door hockey. Ja, ik ben een liefhebber. En ik bedoel, waarom niet? Ik ben gezegend dat ik dit mag doen. En je kunt ook achter een bureau zitten op deze leeftijd. Ja, dat komt over een aantal jaar, hoop ik. En eerst maar eens genieten hiervan en ik ben hartstikke blij. En de liefhebber in jou, schiet hij liever vanaf de kopcirkel heel hard binnen of meer zo'n solo zoals daarnet? Ja, als de camera bij staat, dan is een solo. Nee, geintje. Uiteindelijk maakt het niet uit. Ik wil het gewoon dan zeg je van dat je het liefst een assist geeft? Ja, nee, dat zeg ik niet. Want ik vind het echt niks lekker dan een goal maken. Dat is gewoon zo. Als je het niet zegt, dan lieg je. Maar het is gewoon lekker om zo'n goal te maken en die wedstrijd op slot te gooien. En 3 punten en terug naar huis. Als laatste, de broertjes Reijgen, die waren geschorst voor de disciplinair geschorst. Bij jullie, bij Den Bosch? Nou ja, het zijn jonge gastjes en we hebben een selectie van 18 man. En ja, de ene week vallen 2 anderen eruit buiten en nu deze jongens, ja. Weet je, dat hoort erbij. Dat is als je een selectie hebt. Oké, dankjewel, Jelle.